Fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van het Seniorenjournaal. Wat krijgt u allemaal te zien? Bij het Seniorenjournaal is er altijd ruimte voor verhalen van onze Haagse stadsgenoten. '39 is natuurlijk een berucht jaar. Ja. Het was voor u het begin van het derde schooljaar. Ja. De mobilisatie werd afgekondigd. Wat betekende dat voor u als leerling? Ja, nou, aanvankelijk natuurlijk een verlenging van je vakantie. Want het was dus die mobilisatie, dat was een beetje in augustus. Ja. Daarna eigenlijk konden we niet naar school, want de school was bezet. Bezet? De school was, daar lagen militairen in. Toen hebben we dus nog weer een tijdje moeten wachten. Toen zijn we dus geëvacueerd naar een andere school. En dat is eigenlijk, de hele oorlog is dat zo gebleven. Dan was er die school bezet en dan was er die school bezet. En dan kwamen natuurlijk ook scholen die in het sperrgebied lagen. Nou, die kinderen die konden daar niet naartoe. Dus die moesten dus ook ondergebracht worden. Dus het was een hele, zeg maar, reorganisatie van scholen. Zo. En dat betekende dus ook dat je maar halve dagen naar school ging. En dat was de ene week was dat 's morgens en de andere week was dat 's middags. Dat was ook op zaterdag dus. Hè. Ik bedoel, het was vroeger dus ook altijd dat er zaterdags gewerkt werd. Ja. Dus dat was heel normaal. Ja. Alleen zaterdagmiddag was je vrij. Dus als je dus 's middags school had, dan had je minder school dan wanneer je 's morgens school had. Omdat je dus die zaterdagmiddag miste. Ja, ja. Maar in principe is dat zo'n beetje de hele oorlog doorgegaan. En ik heb me dus ook wel afgevraagd van, wij hebben dus een beetje de helft van de normale schooltijd gehad. Met andere woorden, je schoolopvoeding is waarschijnlijk niet zo ruim geweest als die normaal had moeten zijn. Ik begrijp het, ja. Ik begrijp ook dat er open plekken vielen in de klas. Ja, na 1940. Ja, achter mij zat een meisje. En die was ineens verdwenen. Nou, achteraf denk je, ja, dat meisje heette Saartje. Dus die zal waarschijnlijk van Joodse afkomst zijn geweest. Of die dus opgepakt is of ondergedoken. Dat wist je dan natuurlijk niet. Nee. Maar dat ging toen, en dat was natuurlijk na 40, hè. Dus in de bezetting. Maar ja, dat ging regelmatig, dat er mensen weg waren. Er was ook een winkeltje, een bazarretje op de Laan van Meerdervoort, het Amsterdamse bazaar. Ja. Dat was een Joodse man. Maar op een gegeven moment was die bazaar, die was weg, die was gesloten. Goed. En net wat ik, dus ook bij ons, een paar huizen verderop, daar was een diner-uitzendbedrijfje gevestigd. Hè, van, laten we zeggen, één iemand die dus... Was dat die scheepskok? Dat was die scheepskok. Ja. Die had een diner-uitzendbureautje, die kookte dus diners voor mensen. Ja. Nou, daar werd dus vooral door alleenstaande mensen werd daar dus gebruik van gemaakt. En die heb ik zelf weg zien halen. Zo. Was een Joodse man. Op een goed moment kwamen er dus een soort van overvalwagen van met Duitsers erin. En die werden dus dat huis uitgehaald onder bedreiging. Dat was een echtpaar? Het was een echtpaar, ja. En over welk jaar spreken we dan? Weet ik niet zeker, maar ik denk dat het dan een beetje 41 is geweest. Ja, ja. Je kreeg ook kinderen die in uniform gingen lopen. Of die zaten ook in de klas zelfs, hè? Ja,
En ja. Wat waren dat voor kinderen? Nou, dat waren kinderen van NSB'ers. En die waren dus bij de jeugdstorm. Of die nou daartoe gedwongen zijn door die ouders, of dat ze vrijwillig zijn geweest, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, je kijkt die kinderen toch wel een beetje scheef aan. Je zegt van ja, wat moeten we daar nou mee? Er waren ook inderdaad kinderen waarvan je zei van, ik hou ze een beetje van me af. Ja. Maar het was ook weer niet zo, althans in mijn geval, in ons geval, dat die kinderen dus echt volledig buitengesloten werden. Dat kan ik me niet herinneren, althans. Maar het is natuurlijk ook zo dat die kinderen, die moesten boeten voor de foute keuze van hun ouders. Precies, ja. En nou ja, dat realiseer je op dat moment nog niet. Maar achteraf heb ik me dat natuurlijk wel gerealiseerd. Ja, goed, je kan natuurlijk kinderen absoluut niet verantwoordelijk stellen voor de daden en de idealen en weet ik veel wat van de ouders. Dat is natuurlijk te gek om los te lopen. Ja, maar dat werd wel gedaan. Ja, dus inderdaad wel, hè, dus kinderen die wel gepest werden en wel. Maar in mijn bijzijn, zeg maar, is dat nooit zo extreem gebeurd. Een bekend stukje Haars industrieel erfgoed staat na een flinke restauratie weer op zijn vertrouwde plek in Laak. Een van onze reporters heeft een beetje de werkzaamheden van de twee oude hijskranen gevolgd. We gaan kijken naar het eindproduct. Ik ben benieuwd. Ja, spannend start. Met het eerste bezoekje nog in ons geheugen mochten we op donderdag 23 augustus de eerste kraan zien na zijn schilderbeurt. Wat een verschil, hè? Ja, het is ook wel een stuk schoner nu. Ja. Je ziet dat wij gewoon met die plakband deze gedeelte dicht hebben gemaakt. Dit zag er niet uit in het begin. Ja. Maar het is nu haast niet te zien, zeg maar. Ja. En ook die kap die je hebt, dit is helemaal open. Ja. En dit hebben wij gewoon met die plakband dicht gemaakt. En weer in dezelfde kleur geschilderd. Ja. Het ruikt in ieder geval beter als de vorige keer. Ja, zeker. Ik weet niet, het heeft maar 3 uur geduurd om van het luchtje af te komen. De renovatie van de eerste kraan aan de Neerkade nadert zijn voltooiing. De verf is inmiddels aangebracht en de kraan blinkt weer in zijn originele Fabriton bedrijfskleur. Aan de bovenkant zeg maar dat er iets op lekt of dat er water op zit of zo. En wat eigenlijk het idee dat het aan de onderkant ook. Dat is ook gebeurd. Als er een gaatje was, hier was geen gaat. De bovenkant zit omdat daar water op blijft staan. Of maakt dat niet uit? Dat maakt maar niet uit. Dat kan gewoon overal. Van binnenuit. Dat kan overal voorkomen. Ja. Het heeft te maken met die coating die daarop is. Dan zit het gewoon aan de lak. Bovenin schilderen. Ja. Dan kunnen we straks ook. Hier is veel plakband gebruiken aan de stukjes op de grond te zien. Hier valt reuze mee. Oké. Wat een verschil op die grijze muis van een paar weken terug. Nou, mooi gezicht hoor. Dus wij moesten. De Fabritonkraan schittert weer in de originele kleuren: oranje-rood, wit en grijs. Er was niets meer te zien
van het oude, roestige karkas wat er voorheen stond. Dus een deel... Op de binnenkant? Wat, ja. Oh, ja, ja. De zinnekamer is grijs. Dat is ook gestraald en gestraald. Ja. En deze stukje is in principe wat de staalboer heeft gerepareerd. Hier zit een nieuwe plaat. Oh, ja. Oh, dat is een nieuwe... En hier is er dan aangepast. Dat is aardig. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als het daglicht dadelijk opkomt. Ah, dat is vet. Gaat glimmen. Zeker die, dat glimmende. Ja. Nou, ik heb in ieder geval plakbandstukjes gevonden. Ah. Daaronder zit al drie Als het glaswerk van de cabine is gezet, kunnen het witte omhulsel en de stijgers weer verwijderd worden en is de kraan voor iedereen zichtbaar. Het zal een spetterende gewaarwording teweegbrengen voor iedereen die de Neerkade richting de Erasmusweg afrijdt. Nou, we zijn boven geweest. Wat vind je ervan geworden? Nou, het is heel mooi geworden. De spetterende kleuren, dus hij gaat er straks heel mooi uitzien als hij helemaal de plastic eraf is. En wat voor werk moet er nou nog gebeuren eigenlijk? Er moet nog glazen gezet worden. Ja. En in principe wat metaalconservering betreft, we zijn nu rond. Mm-hmm. Alleen de glas moet nog gezet worden, maar hier niet. Nou ja, fijn. Hij overleeft ons nu wel. En had je verwacht dat het nog zo mooi zou worden, vergeleken met wat het was? Nou, je hebt altijd hoop natuurlijk dat het er zo uit gaat zien, maar ik vond het echt prachtig. Ja, ik ben ook heel blij dat het uiteindelijk toch gerestaureerd is. Ja. Het wordt echt een opvallend stukje laken. Ja, dat zie je niet over het hoofd, dat kan niet. Dat is heel erg goed. Ja. Ben ik wel nieuwsgierig naar of die kleur aan de overkant dan ook zo af zal schieten. Nou ja, dat wordt blauw, hè? Dus dat is toch een hele andere tint dan dit rood-oranje. Ondertussen is ook aan de kraan op de Kalandkade veel werk verzet.
Deze kraan is ook gehuld in een witte jas en de schoonmaak is begonnen. Van de laatste kraanmachinist van de verhulstkraan, Ben van Doorn, kreeg een toelichting op de werkzaamheden op de kraan. Deze kraan heeft het vanaf het begin nooit gereden. Nee, vertel. Hij stond wel op de rails, maar... Ja, het staat wel op de rails. Ja, ja. Maar hij heeft nog nooit gereden. En wanneer was het begin? Het was 11 jaar toen ik hier kon werken. En toen mijn vader dus mee stopte. Ja, ik heb het dus geleerd van hem. Van kind af al. Die oude kraan die hiervoor stond op. Ja. Ging ik al met hem mee, want ik was helemaal weg altijd met het werken van met kranen en zo. Ja, ja. Oké, echt van jongs af aan. En zo heb ik het een beetje geleerd. En toen mijn vader ermee stopte vanwege zijn gezondheid en zo, toen ben ik het gaan doen. Ja. Dus dat, ja, ja. Toen was het dus ook. Ik heb het altijd, ja, fantastisch werk. Het was eentonig werk. Ook mensen zeiden ja. Het is eentonig werk dat die schuiten lossen en zo. Het zand overkiepen van de ene trechter naar de andere trechter. Maar de mijne niet te veel. Dus dat wordt altijd wel heel leuk werk. Want wat laden je zo over? Alleen zand? Wij hebben zand dus altijd overgeladen. En heel vroeg hadden wij dan ook kluitkalk. Dus hadden we dus, kwamen de schepen dan met kluitkalk aan. Dan. We hadden verschillende trechters hadden we staan. Ja, ja, dat en dan ook zilverzand. Dat hadden we ook nog. Ja, ja. En dat is na de loop der jaren gaat het allemaal over in bulk allemaal. Ja. Dan wordt het allemaal aangevoerd via vrachtwagens en zo. Ja, dus het werd eigenlijk steeds minder. Ja. Dat zand is dus altijd met tot de laatste. Dat is altijd met de schepen. Kijk, nu komt het allemaal via die hele grote cube Big Bags komt dat aan. Oh, ja. Zolang het draait het. Kijk, deze motor ook, dat is de rem eigenlijk voor die motor daar. Ja. Ja, maar zolang die rijdt, blijft gewoon stilstaan. Ja, dan gaat het allemaal wegrotten en zo. Ja. Ja, dus... Worden dat soort kranen dan ook gekeurd? Of ze nog wat deugdelijk zijn? In die tijd dat wij er nog mee werkten, nog niet. Nee. Nee. Was er nog geen verplichting. Nee. Nu hebben we ook een verplichting houden. Ook voor kranen geldt ook tegenwoordig allemaal APK. Ja, dat Hoe voelt het nou om in je bekende plekje terug te zijn? Ja, ik vind het wel heel fijn, dus het doet me wel wat. Kijk, je laat die oude kabel in je zakje en dan aan het eind doe je een sok. Ja, en dan maak je dus die nieuwe kabel maak je eraan vast. Ja. Nou, en dan laat je die oude kabel eruit gaan en de nieuwe kabel die gaat erin. Inderdaad. Zo moet je dat eigenlijk doen. Nu gaan ze als je er nou helemaal eruit gaat halen, dan de spanning van de kabels los te halen. Ja. Oh, ja. Nou, maar toen ik deze kraan dus neerzette, toen moest ik, had ik gevraagd aan de gemeente van over die knijper en zo. En dan moest ik exact zo neerzetten. Ja. Dus aangezien dat het nog steeds van de grond afhangt, zijn de kabels nog steeds goed. Als ze niet gespannen zijn, dan. Ja, als de kabels gaan rotten, dan is het actieve zetting natuurlijk. Dus ja, dat, ja. Veel duivenvuil en minstens 60 dode duiven werden verwijderd. Het wordt nog gewoon strak getrokken. Alleen gisteren was het echt te winderig daarvoor. Daarom komen ze volgende week nog een keer langs. Er is nog 2 openingen. Ritsopeningen, kaderplekken zijn ook zichtbaar. En daarna bouwen wij hier een verfsysteem op. Die foto's die je hier gezien hebt, van, ziet die andere waar mooi uit, hoor. Ja, daar staat. Ja, gekeken. Ja. Hij zit nu in de kleur. Nou, dat zal hij helemaal mooi wezen. Hoe lang heb je er gezeten? Ik denk dat ik bij elkaar, dat ik zelf op die kraan een jaartje of 8 heb gezeten. Nadat mijn vader ermee gestopt is. Deze is echt gaaf. En wat ik al begrepen heb, je bent al jaren al gebeten door de liefde voor deze kranen. Ja. Ik was van jongs af aan ging ik al met mijn vader mee. En dan zat ik al in de vorige kraan die hier stond, ging ik ook al mee. Toen zat ik op zijn schouder en klom hij naar boven toe. Er zat nog geen trap, dan moest hij via de zijkant naar boven klimmen. Mm-hmm. Dus ik had het altijd wel naar mijn zin. Ik was blij dat ik altijd wel mee mocht. Er ligt nog een nostalgisch lettertje. Conrad Stork is het logo.
En hoeveel uurtjes per maand zat je dan in dat ding? Per maand, ja. Dan ongeveer, drie uur over een schuit. Nou, dan zit je ongeveer 15 uur in de week. Nou, dat maar vier. Dus dat zit je, als het vol is, dan zit je tot bijna 60 uur in de maand zit je in de kraan. Hoe doe je het je zien zitten? Zandstraat is er weinig over, denk ik, van deze. Ja, die... Vergeleken met de andere. Ja. Die verwachten wij ook, maar het viel mee, hoor. Ja, ik vind zo leuk. Alleen de schadeplekken worden natuurlijk nog zichtbaarder als we gestraald hebben, maar... Ja, ik vind het leuk dat alles is hetzelfde gebleven. Het enige wat vervangt is het stopcontact. Ja, die met het, hè? Nee, van ja. Maar mijn vader die heeft er een omvormer in gebouwd vanwege de radio. Oké. Dit ziet er ook niet meer uit. Ja, dat lijkt zo. Dat komt, bedoel, die glijden, dat ding dat glijdt hier dan hier een keer doorheen. Dus als je moest het raam open doen. Oh, dat is een die dingen dat deed je los, en die zijn hieruit. Dan kon je zo het raam naar voren duwen. En dan draaide je die dingen van los en dan had je een open raam aan de voorkant zitten. Hendel op mij laten zien. Jazeker. Wat vind je ervan dat ze hem opknappen? Ja, dat vind ik geweldig. Ik ben hartstikke blij dat, dat ze hem laten staan. Dus, ja, dit is ook een rem. Het hele stijger waar je voel je beweging. Dus als je daar hem trapt. En vooral dus dat hij nou mooi opgeknapt wordt en zijn kleuren weer terugkrijgt. Dus ja, vind ik hartstikke fijn. Hier kon je de afstand van de giek bepalen. Oh, ja. Te ver die giek. Dus je kon hem helemaal optoppen, tot 6 meter. En tot 17 meter kon je hem aftoppen. Mijn vader zei altijd, denk toch maar, als je hier zit, als je maar 17 meter verderop is, hier werk ik. Als je dat in de gaten had. Ja. Dus het was niet een ding dat je zei, jongen, ik ga er even mee spelen en zo. Ja. Dat was er niet bij, dus dat je moest echt wel je hoofd erbij houden met dat soort dingen. Dus ik heb er wel een hoop plezier van gehad, hoor. We zaten hier gewoon zo. Ja, de stoel. Oh ja, de stoel staat er nog weer. Daar hebben we heel veel op gezeten. Ja, de duif hebben er van genoten. Ja. Maar in het begin, hoeveel schepen kwamen er dan per dag? Ja, we hadden een eigen schuit, hadden we. Oh? We hadden een hele grote schuit, hadden we, die rond 600 ton bij hem had. Ja. En die was ongeveer 3,5 uur was je bezig met lossen en zo. Dus continu was je maar aan het knijpen. Dus dat, en waar haalde die dan zo'n zand vandaan? Ja. Waar dat kon, waar dat werd gegraven, dan kreeg hij dan te horen waar hij dat ook kon halen en zo. Ja. Dus dat was speciale zand, tenminste voor een kalkmotor van te draaien en zo. Ja. En dan straatjes op de hoogte en zo, dat soort dingen allemaal, dus daar werd dat zand voor gebruikt. Ja. Maar hoeveel schepen kwamen er dan? Nou, we hadden af en toe wel een hele drukke periode dat de schuit twee keer in de week kwam. Ja. Dus dat, dan gaat het tot 1200 gaat er weg aan zand. Ja. Ja. Dat is aardig wat, hoor. Ja. Ja, het begint ook met vrachtwagens tegelijk. Hè. Tegenwoordig is er maar 1, 2, 3 kuub die je wegbrengt. Je wordt daar tegenwoordig allemaal die big bags op die vrachtwagen zetten, wegbrengen en neerzetten. Ja. Straat wordt niet meer veel, want je mag niet meer kiepen. Nee. Dus dat... En wat mis je nou het meeste aan dit werk? Ja, de sfeer. Ook te kijken. Je kijkt over alles heen als je in die kraan zit. Je ziet iedereen. Je ziet de auto's rijden en dat soort dingen. Ja, je bent lekker bezig en zo. Je muziek hier op de achtergrond. Dus ja, dat mis je eigenlijk. Nou, over een tijdje is hij er helemaal nieuw. Ja. Ja, dan kom ik er zeker terug. Toch? Dus zo'n week of 6 later zal het heel goed. Ja, jullie maken wel de zijkant weer dicht of zo. Met glas of zo. Alles is weer helemaal zoals het is. Hier komt gewoon glas in. Ja.
deze stukken die verrot zijn, die worden gewoon opgeknapt. Zoals deze stuk, zover dat mogelijk is. In kleine gaatjes zoals dit gaan we gewoon met een plakband afwerken. En dan komt inderdaad glas. Daar komt een nieuwe vloer op. En die kasten en zo, haal je die weg? Die gaan weg. Alle losse onderdelen, behalve dan de constructie van de kraan zelf, die gaan eruit. Alleen de zware motoren en zo, die blijven erachter. En vast heel simpel, lekker een checkie draaien terwijl je wacht. Ja, dat deed ik ook. Dat deed ik ook nog steeds. Dus dat niet dat het goed is, maar ja, goed. Dat is weer wat anders, maar... Hoort bij het werk hoor, een checkie roken. Ja, tegenwoordig mag dat allemaal niet meer, dus dat... Ze hebben wel aardig huis gehad, die duif. Een duif een paradijs, hè? Ja, ik reed nog wel eens langs. Nee, dus organiseer ik met mij, jongens, rots gewoon mijn kraan uit. Maar dat deden ze niet, dus dat nee. Als de blauwe kraan van Verhulst klaar is, zal deze verplaatst worden naar de hoek van de Waldorpstraat. De vraag komt dan wel bovendrijven wat er uiteindelijk met de kranen gaat gebeuren. En dat is nog niet echt duidelijk. Het zijn in ieder geval de laatste twee stukjes Haags industrieel erfgoed in Laak. Op deze manier wil de Stichting Haags Industrieel Erfgoed de bewustwording voor het industrieel erfgoed stimuleren en de band tussen het economische verleden en het heden versterken. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank voor uw aandacht en heel graag tot de volgende week.